ik ga die kous aan doen. Dan kan ik gewoon lekker met korte broek aan rennen. Ja, dan wordt het koud. Rennen en fietsen, dat zullen Bram en Melvin aanstaande zaterdag zeker gaan doen. Ze gaan namelijk 140 kilometer op de fiets en rennend afleggen heen en weer tussen Bloemendaal en IJmuiden. Wij gaan geld ophalen voor KWF, dat hebben we al gedaan. En we doen het voor KWF omdat er een aantal mensen zijn in onze omgeving die te maken hebben met kanker. En daarom willen wij heel graag voor dit doel geld ophalen. Hoe lang zijn jullie ermee bezig? Ja, daar verschillen nog wel de meningen over, al tussen ons. Ik denk dat we er 16 uur over doen. 16 uur? 16 uur, ja. We een beetje uitlopen. In gemiddeld gaan we denk ik 6 minuten per kilometer lopen. Maar uiteindelijk, na een kilometer of 100, zal het ietsjes langzamer worden. Dus ik denk dat we er 16 uur over doen. Ik kan toch zeggen, ik ben net een stukje met jullie meegerend. Maar ik was al behoorlijk buiten adem. Jullie moeten straks 140 kilometer, jongens. Ja, maar ik denk dat je op een gegeven moment wel in een bepaald ritme gaat komen. En we passen natuurlijk wel het tempo aan. Hey, en dat fietsen is dus echt voor jullie een moment om een beetje tot rust te komen, even te ontspannen? Nou, met windje mee zeker. Maar met de training hebben we wel meegemaakt, toen hadden we wind tegen. Toen was fietsen gewoon zwaarder dan rennen. Dus heel erg veel rust gaat het ook niet worden. Hey, en het weer, jongens? Hebben jullie al gekeken naar de weersvoorspelling? Het blijft droog, dus dat is lekker. De wind is nog een beetje onvoorspelbaar, maar ik denk een beetje hetzelfde als vandaag. Dus dat is wel redelijk wat wind. Maar droog is al heel één ding en de temperatuur is goed.